Goedemorgen, welkom vanuit Raamsdonkveer. Ja. Het is een iets wat druilerige ochtend, weekend. Weekend. Het is nou nog droog, maar ik denk niet dat we het droog houden. Houden zeker niet. Het gaat nog regenen strakjes. Hey, maar wel weer lekker, hè? Na 3 weken thuis. 3 weken thuis en volgens mij komt er een dikke trekker aan. Nou, niet echt, maar het is iets. Nou, daar wachten we even op. We gaan gewoon verder. Want zo lang hebben we het niet meer droog. Nee, we moeten door, mensen. We moeten door. Maar we zouden eigenlijk naar België gaan. Ja, maar dat was corona op de camping. Corona op de camping, dus toen hebben ze de hele camping dichtgesloten. Dus we gaan even opzij. Goedemorgen. Kom je voor mijn rust, hoor. Hey, nou, tot straks. Nou, we gaan even verder. Hey P, dit is wel een mooi boot. Ja. De Lifestyle 750. Ja. De Liberta. Er is alleen het toilet. Nou, die zal er wel in zitten, hoor. Nee. Jawel. Maar ja, het is een mooi boot, maar het is nog steeds geen camper. We lopen nu in Geertruidenberg. Daar zijn we vorig jaar ook al geweest. Dat is alleen stond al de jachthaven in Geertruidenberg. Nu staan we dan in Raamsdonkveer. Ja, dat is dat ligt als ik hartstikke dicht bij elkaar. Je bent alle twee afstand en naast. Nee, allebei zelf een beetje. Een beetje. Dus, nou, moet je maar kijken. Wij vinden deze camperplaats deze wat kleiner. En het ziet er ook heel erg leuk uit. Ik zei het al, vorig jaar zijn we hier geweest. En toen was alles dicht. Dat was denk ik net het begin van de eerste lockdown. Toen kon je niet eens een kop koffie krijgen. En, nu gelukkig wel. Nu wel, dus raad eens wat we gaan doen. Precies. Koffie. Wacht, Peet. Denk het ook. Hey, maar we zijn bij de oude kazerne, Geertruidenberg. Zullen we even binnenkijken? Ja. Nou, wat is dat? Wat zou dit dan zijn, Peet? Wikipedia staat uit. Ik moet even naar de andere kant lopen, Peet, maar... Hey, maar dit is wel mooi gemaakt. Het is dicht, denk ik, hè? Want wat is het? Hij is het open. Wat kan je doen dan? Kran Café. Dit is een café. Ja. Dan ziet hier niemand. Moet je niet je mondkapje op? Nou, we hebben lekker even een bak koffie hier achter ons gedronken. Ja. Was erg goed. Was goede koffie, by the way. Dus, nou, de kazerne was een beetje verlaten. We zagen niemand, dus we zijn eigenlijk maar weer rechtsomkeer gegaan. Het zag er wel leuk uit, by the way. Maar... Twee mooie schilderijen. Ja. Leek op Napoleon. Ja, ik weet niet wat het was, maar het zag er wel leuk uit. Maar het was voor feesten en partijen en bruiloften, weet ik het allemaal. Nou, we zijn al lang getrouwd. Ja, daarom. Misschien doen ze er ook bij echtscheidingsfeesten. Ja, je bent allemaal uitgenodigd. Dus, nee, maar we gaan nu weer richting Raamsdonkveer. We zijn hier natuurlijk vorig jaar al in Geertruidenberg geweest. En daar heb ik natuurlijk al het een en ander van gefilmd. Dus dat heb ik nu niet gedaan. We gaan richting Raamsdonkveer. Ja. Ja? Naar Raamsdonkveer, maar deze mensen hebben de kerst al wel erg in de bol zit. De kerstauto. We zijn weer terug op de camping en ja, dit staat een beetje, nee, laat ik zo zeggen, dit is een beetje representatief hoe de rest van de dag geweest is, maar ik zal nog een heel klein stukje van de camperplaats filmen.
Nou, hier staan wij met al onze vrienden. Het schijnt hier normaal gesproken 5 plekken te zijn, maar 1, 2, 3, 4. Ja, ik zou even niet weten waar die 5e is, maar goed. Ja, we zijn de enige, dus. Nou, hier zijn de toiletjes, als het goed is. Oké, nou, prima toch. Ik heb eigen sanitair bij me, dus het is er wel. We gaan er geen gebruik van maken, maar hier moet je echt... Ah, kijk, ja. Hier kan je de btw afdragen. Oké, het is allemaal aanwezig. Ik heb alleen nog geen loosput gezien, dus die schijnt er wel te zijn. Dus die moet ik ook nog even opsnoren. Volgens mij heb ik de loosput gevonden. We zitten weer lekker warm binnen. Ja, en kopje thee erbij, even opwarmen. De kachel staat lekker hoog. We gaan het binnen gewoon even gezellig maken. Ja, ja, het weer zat dit weekend niet mee, maar ja, dat hebben we gelukkig allemaal. Ja, nu. We hebben allemaal last van. Ja, Nou ja, ik ga straks lekker, of wij gaan straks even de kwalificatie van de Formule 1 kijken. Ja. En boekje lezen. Ja. Lekker chillen, even helemaal niks. En we gaan vanavond nog even het... De schoen zetten. Hè? Want, wij gaan een liedje zingen hoor, ik niet. Ik ga kijken of de tekst goed gaat. Ik ga een liedje zingen, maar dan ga ik niet filmen, want ik wil jullie de migraine aanval besparen. Dus we gaan hem wel zetten en dan gaan we wel kijken morgen. Of er wat in zit, dat gaan we natuurlijk nooit weten. Maar nou, nu gaan we even lekker chillen. Ja. Doei. Doeg. Ik heb net de long uit mijn lijf gezongen. Zitten die vullingen er nog in, Peet? Zeker. Behalve mijn gehoor, dat is een beetje achteruit gegaan. Nou, ik heb het schoentje neergezet. We hadden geen wortel meer, dus ik heb er maar een komkommer in gedouwd. Ik ga ervan uit dat het paard van Sinterklaas zo snel niet zo kieskeurig is. Het is wel een komkommer to go. Ja, als die wel kieskeurig is, nou, dan zijn waarschijnlijk de schoenen morgen weg. En ja, als hij het lekker vindt, nou, dan wachten we de verrassing al af. Ik heb ze lekker bij de kachel staan, dus daar kan hij naar binnen. En nou, we gaan lekker slapen en dan zien we het morgenochtend wel. Dus welterusten mensen. Zou die geweest zijn, Peet? Ik heb geen idee hoor. Laten we eens gaan spannend. Laten we eens gaan kijken. Nee! Er zit wat in. Woe! Even kijken hoor. Dat hij daar doorheen past, hè? Dat hij door dat gaatje past. Ik snap er niet veel van. Kijk, ik heb een zakje. Ik heb een zakje kruidnoten gekregen. Lekker. Leuk joh. Even kijken wat jij hebt gehad, Peet. Oh ja, wat heb jij? Oh, dat is... hoe heet dat? Hoe heet dat eigenlijk? Speculaas. Verse speculaas. Nou, vers is het niet, maar... Het ziet er lekker uit. Nou, ik zou zeggen... Dankjewel, Sinterklaas. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Nou, dok 12 zit er weer op. Ja. Op zich een prima plek geweest. Ja. Zeker voor in de winter, dat is altijd wel fijn. Dan heb je altijd gewoon lekker verharding. Dus dan kom je niet vast te zitten in het gras. Dat is wel prettig. Dat is altijd fijn. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer weer. Doeg. Doei.